We staan nu op de tweede barbecue. En de eerste was voor de corona. Ja, wat er daarna ging gebeuren, geen idee. En we hebben het toch langzaam kunnen opstarten. We hebben hele leuke cloud lunches weer gehad. Een mooie boottocht. Mooie events, mooie gelegenheden om met elkaar te spreken. Ja, dat was spannend, maar superleuk dat het allemaal is opgestart. Martijn, waar gaan we het vandaag over hebben hier bij Cloud Lunch? Nou, zoals de meeste keren gaan we het hebben over digitalisering, dit keer dus ook. We hebben een externe spreker die heeft verteld over digitalisering binnen een groot bedrijf. En er is natuurlijk een enorme krachtspanning nodig om dat te doen. En daarnaast hebben we sponsor Logic Monitor dit keer, die een klant hebben meegenomen. Vind ik altijd heel sterk. Dat is Elionix. En Elionix vertelt hoe zij met monitoring omgaan in hun eigen bedrijf. Maar met name hoe ze dat toepassen als failure dienst naar hun eindklant. En daar gaat het uiteindelijk om. Logic Monitor is een observability platform voor met name hybride omgevingen. Dus dat betekent zowel on-prem als in de cloud en allemaal exotische omgevingen om mee te kunnen pakken. Om zo volledige observability te kunnen leveren. Wat in mijn ogen redelijk uniek is in de markt. En wat ga je aan het publiek hier vertellen op deze Cloud Lunch? Nou, ik ga zelf proberen zo min mogelijk te vertellen. We hebben een klant van ons gevraagd, Elionix, om hier een presentatie te geven en uit te leggen waarom ons product nou zo sterk is en waarom het hun zo heeft geholpen. Dus kijk daarnaar uit. Ik kom wat vertellen over onze ervaringen met Logic Monitor. En misschien ook wel wat inzichten kunnen delen met klanten die er ook gebruik van maken. En vooral ook vertellen wat het ons gebracht heeft en in de toekomst gaat brengen. Nou, je tipje van de sluier geven. Waarom zijn de monitoringoplossingen van Logic Monitor zo interessant? Zowel voor jullie als voor klanten. Het biedt ons de mogelijkheid om eigenlijk een single pane of glass neer te zetten voor de medewerkers. Die nu veel geconfronteerd worden met veel verschillende monitoringoplossingen. Ja, dat levert heel veel stress op en weinig overzicht. En wij streven wel naar een geheel overzicht van de omgeving. Dus het is gewoon een leuke samenhorigheid. En dat wordt eigenlijk steeds meer als je vaker komt. Ik ga je toch nog een vraag zeggen over cloud. Hoe belangrijk is cloudkennis vandaag de dag? Wat zijn belangrijke eisen? De veiligheid staat vooral voorop. Daar hebben we elkaar laatst ook gezien. Ik kom net ook weer iemand tegen dat redundant, weet je, dat je gewoon je data kan ondervangen, opvangen als er problemen zijn. Dat is denk ik wel gewoon heel erg belangrijk. Data wordt natuurlijk steeds belangrijker en dat blijft het. En dat zien we ook, de kleinere bedrijven worden groter, schaalgroter. Ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. Wat je hier voornamelijk ziet, om even terug te komen naar de Cloud Lunch, is dat er ook heel vaak sprekers zijn van buiten de branche. En dat geeft je toch een ander perspectief op, nou ja, misschien toch een beetje de in-crowd die hier zit en dat je toch vaak naar binnen kijkt om bijvoorbeeld te zien hoe het bijvoorbeeld in de automotive gaat of in een hele andere branche. En dat vind ik leuk, omdat je in 10 minuten even bijgepraat wordt op een heel ander onderwerp, wat wel heel erg raakvlakken heeft met de business die wij doen.